Geldrop Mierlo gaat de komende tijd flink op de schop. Op verschillende plekken in de gemeente worden tegelijkertijd werkzaamheden uitgevoerd. Zoals bij het stationsplein in Geldrop. Het hele plein wordt aangepakt, net als de Parallelweg en de kruising Stationsstraat Parallelweg. Er worden wegen versmald, extra parkeerplekken voor auto's en fietsers gemaakt en het voorplein wordt autovrij gemaakt. Tegelijkertijd wordt er ook in Mierlo gewerkt. In Zandheuvel West worden de fietspaden, stoepen en rijbanen vernieuwd. En ook daar zijn de werkzaamheden vandaag begonnen. Ze duren naar verwachting tot eind november. Ook in Geldrop moeten de werkzaamheden rond die tijd zijn afgerond.